Mijn naam is Sjoerd van Bilzen. Ik leg een vergrootglas op eigenaardigheden van specifieke modellen of praat u bij over bijzondere items op een auto. Welkom bij Sjoerds Weetjes. Knap hoor, Ferrari, dat bevindt zich in een unieke, bijzondere positie. Want op het moment dat er geruchten zijn dat er een nieuw model van die Italiaanse sportwagenfabrikant gaat uitkomen, dan staan de telefoons in Maranello, het hoofdkantoor van Ferrari, en bij de dealerschappen staat al rood gloeiend. En vooral als het om een limited edition gaat. Ja, want daar is namelijk een hele grote vraag naar. Te meer omdat er heel veel verzamelaars zijn van Ferrari-modellen. En dat gold ook voor deze limited edition, de Ferrari Super America. Oplage 559 stuks. En nog voordat deze auto aan de buitenwereld werd getoond, was de oplage reeds vergeven aan trouwe, loyale klanten van het beroemde, befaamde Italiaanse merk. En wat maakt dan deze Super America zo bijzonder? Dat is zijn lijn, zijn concept. Het concept van die Super America met dat klapdak. De eerste Ferrari met dat mooie in carbon fiber gelegde glazen dak. Dat als een waaier open slaat en hier achterop dat enorme achterdek komt te liggen. Ja, van glas vervaardigd, zei ik al. Dit dak is ook nog eens een keertje de transparantie instelbaar. In 60 seconden laat hij heel veel licht door of druk je op die knop en dan is die heel donker. En dat dak, dat waait naar achteren toe, dat zei ik al, dat rolt eigenlijk over zijn windvanger. Dus dat achterraampje is de windvanger van die auto. En dat maakt hem zo bijzonder. Niet alleen, ook die V12 motor had meer vermogen dan de versie waarop die was gebaseerd. De 575 Maranello, de 575 M en 540 paardenkrachten op die achterste wielen. Ja, wat ik al zei, die auto die was uitverkocht nog voordat Ferrari de auto aan de buitenwereld toonde. Er was dus nog geen foto vrijgegeven, er waren nog geen specificaties vrijgegeven. Enkele klanten hadden hem misschien al, maar daar wordt altijd heel geheimzinnig over gedaan, in een afgesloten ruimte in Maranello mogen bewonderen. Samen met de verkoper van het dealerbedrijf dat eventueel jou die auto zou gunnen. Dus je zou kunnen stellen dat voor zo'n auto die gewoon ja, blind wordt verkocht, dat er helemaal geen brochure voor nodig is. Ja, want zo'n auto wordt niet zoals een Volkswagen Golf of een Mercedes C-klasse uit een folder gekocht. Toch, oplage 559 stuks op voorhand verkocht, dan hoef je eigenlijk zo'n document ook niet te laten drukken. Ferrari, die deed dat wel. En dan zie je hier een hele kleine, eenvoudige uitgave. Wel mooi met dat open dak, hè, wat heel goed in beeld wordt gebracht. Trek je hem iets verder, dan zie je hoe hij eruit ziet. Met een gesloten dak, maar ondertussen haal je de brochure eruit. En dan, wat laat hij dan zien? In dit geval, ja, de werking van dat dak. Wat ik al zei, hè, als een waaier komt hij dan achterop te liggen. Of juist bovenop, afhankelijk van of je hem open of dicht doet. Kijk. En daarmee heb je eigenlijk het unieke concept van die Super America in ja, één oogopslag heb je verteld. Het dak is zo bijzonder. Maar ja, toch, Ferrari is Ferrari niet als ze er iets bijzonders van maken. En niet alleen van de auto, maar ook van de brochure. Ja, want hier staat een klein doosje. En daarin zit de brochure van de Ferrari Super America. Ik doe even mijn handschoenen aan. Ook al zijn de brochures van mezelf, dan nog wil ik dat ze heel blijven. En als we dan de doosje open doen, dan zien we hier de brochure van die Super America. En dan zien we hier nog een brochure van die Super America. Andere kleur. En dan hebben we hier nog een. Weer een andere kleur. Dan hebben we hier nog een zwarte. Andere kleur. Dan hebben we hier nog een rode. Dan hebben we hier nog een grijze. Dan hebben we hier nog een gele. En dan hebben we hier nog een witte. En dat alles voor een auto die op voorhand was uitverkocht. Waar je eigenlijk als klant helemaal geen brochure voor nodig had. Tenzij je natuurlijk de tijd dat je de auto hebt besteld, dat die wordt onthuld. En dat die wordt afgeleverd bij de Ferrari dealer. Ja, om die te overbruggen, om ondertussen aan je vrienden en kennissen, misschien wel je partner als je er niks tegen hebt verteld,
die auto alvast te laten zien en je in te lezen in het unieke karakter van zo'n Supra America. Maar ja, dit is niet het enige wat zo bijzonder is aan die brochures. Van waar hebben ze nou allemaal die verschillende omslagen gemaakt? Supra America heeft het al in zich, de aanduiding Amerika. Al deze brochures hebben bovendien een naam. Ze zijn vernoemd naar een regio in Amerika, waaronder Palm Beach, Yota. Het staat hier allemaal voorin. Santa Fe, Nantucket, Palm Springs. En dan zie je ook nog eens een keer dat elke brochure, dus elke uitgave, kleurstelling kan ik misschien beter uitleggen, is ook nog eens een keer gelimiteerd op 559 stuks. Identiek aan de auto. Nu is het niet zo dat deze brochure toebehoort aan auto nummer 153. Nee, want deze brochure die kon je bestellen via de Ferrari dealer. Werd mooi in een doosje, werd die aangeleverd. En dan had je alle 8 verschillende edities in 1 doosje. Dus het is niet zo dat in dit doosje alleen de Aspen zit. Of juist de Santa Fe. Nee, al die verschillende types. Maar wat is dan heel opmerkelijk? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 stuks. Misschien is het net je ogen al opgevallen. Dit zijn er 9. Dat is bijzonder, hè? Karmel. Daar is iets bijzonders mee aan de hand. De uitgave Karmel. Dat is nummer 9 in die serie van die dan zogenaamd uit 8 edities bestaat. Maar in werkelijkheid zijn er 9. En dit is een uitgave met een eveneens afwijkende omslag. En deze heeft aan de achterzijde als enige van die 9 brochures een cd. Dit is de uitgave die aan de pers is overhandigd tijdens de onthulling, de rijpresentatie van die auto in Monaco. Nummer 9. Dus wat heel bijzonder is aan die Supra America, het is een limited edition, echt een collector's item die niet mag ontbreken in de verzameling van menig Ferrari-liefhebber, Ferrari-verzamelaar. Maar wat doet dan Ferrari? Die maakt zelfs van de brochure van die Supra America maken ze een heel bijzonder verhaal. Door in principe 8 edities uit te brengen, waarvan dan nog in de brochure staat aangegeven dat er ook nog een 9e editie bestaat. En daar is moeilijk aan te komen, want die is alleen overhandigd aan journalisten. Dus ja, ze creëren niet alleen een run op de auto, op die Supra America, maar ook op de brochure van die fraaie open tweezitter.